Sterrenbeeld Vissen. Vissen, van harte welkom op het kanaal van Mireille Online. Mijn naam is Mireille van Rijn en leuk dat je deze video hebt aangeklikt. Vissen, we gaan kijken voor de maand juni 2020 wat er in het algemeen allemaal naar voren mag komen voor jouw sterrenbeeld. Ik ben heel erg benieuwd en ik heb er ook heel veel zin in en ik hoop jij ook. Voordat ik ga starten met het schudden van de kaarten, ik heb wat leuks voor jou. Je ziet het hier al liggen. Mireille Online is nu een jaar actief op YouTube. En ja, dat willen we niet zomaar voorbij laten gaan. Daar wil ik natuurlijk wel wat leuks mee doen. De redactie ParaVisie stelt 5 keer de laatste 5 nummers van het magazine beschikbaar. Op de andere video's kun je ook leuke prijzen winnen. Dus check ook zeker even de liefdesleggingen. En de komende andere thema-video's. Zorg dat je geabonneerd bent. Dan mis je ook geen video. En wat is ParaVisie? Het is een magazine met alle thema's over het paranormale en het spirituele. Je kan het zo gek niet bedenken. Als het met het paranormale of spirituele te maken heeft, komt dat daarin voor. Superleuk. Ik heb er ook jaarlijks mee samengewerkt. Voor bijvoorbeeld jaarvoorspellingen. En dat is misschien ook wel leuk om te vertellen. Omdat zo is eigenlijk het dubbel kaartleggen van mij ontstaan. Want dan ging ik de voorspellingen opschrijven en nog een keer checken. En dan dacht ik, oh, als het nou maar klopt. En als je zoiets doet en je zet dat zwart op wit, dan wil je natuurlijk wel dat er zoveel mogelijk klopt. Sowieso altijd. Maar het is best wel eng, zeker in het begin. Toen dacht ik, weet je wat ik doe? Ik ga de kaarten leggen op de voorspellingen die ik gedaan heb, of dat klopt. En dat bleek eigenlijk voor een groot deel te kloppen. Toen dacht ik, hé, dat is cool. Maar ik wil het echt nog een keer weten. Maar ik kan nog een ander dek ter bevestiging overheen gaan leggen. Ja, en zo is dat eigenlijk ontwikkeld en ontstaan. En heb ik dat voor mezelf op mijn manier eigenlijk zo verder geleerd en onder de knie gekregen. Wat leuk is, je zag mij een oude koffer laten zien. En dat is al heel lang geleden. Ik laat hem je even zien. Daar zie je nog een Mireille. Een blondie, jong en onbedorven. En ja, dan denk ik wel, als ik toen wist wat ik nu weet. En daar staat ook, ik ben een energievertaler. Daar komt het eigenlijk ook op neer. Of ik nu kaarten leg, vanuit het mediumschap, met de spirits communiceer, of foto's read, of nou ja, eigenlijk alles wat ik doe is het vertalen van energie. Ik vind eigenlijk wel een lekkere titel. Het haalt de lading een beetje van het hele verhaal af eigenlijk. Ik leg ze even aan de kant. Wat moet je doen om kans te maken? Zorg sowieso dat je abonnee bent. Hieronder zit zo'n knopje. En reageer op een van de 12 sterrenbeeld readings voor de algemene kaartleggingen voor de sterrenbeelden voor de maand juni 2020. Op die manier kan ik jou eventueel laten weten of jij de winnaar bent en hoe jij aan die prijs kunt komen. En daarnaast wil ik iedereen echt ontzettend bedanken. Het was overweldigend. De laatste videoseries, hoeveel gave reacties ik heb gekregen. Ik werd er heel blij van. Het deed me echt goed. Ik krijg er ook super veel energie van. Ik lees alles en ik probeer ook echt op iedereen te reageren. En ja, blijf dat doen. Want het geeft mij natuurlijk heel veel energie en een boost om zo door te gaan. Genoeg gekletst. Ook die duimen helemaal top. Blijf dat ook lekker doen. We gaan kijken, vissen, wat er voor jou bestemd is komende maand. Oké, wat mag ik doorkrijgen voor het sterrenbeeld Vissen? Voor de maand juni 2020. Kom maar door. Wat mag ik doorkrijgen voor het sterrenbeeld Vissen? Wat is van belang? Wow, daar valt even wat uit, vissen. Eens even kijken wat we hier hebben. Aha, je moet keuzes maken en je vindt het lastig. Je voelt je vastzitten. De duivel en zwaarde 4. Hallo, wat ben je allemaal aan het doen? Dan komt er een stuk vergeving. Ik ga zo alles met je delen. Dan heb ik munten 10. Dan heb ik de koningin van staven. Staven 3. Koning van munten. En de... Oké, daar pak ik even een extra kaart bij. Ja, helder. Oké, dan gaan we de Lenormand ter bevestiging en ter verduidelijking er even bij halen. Oké, wat mag ik doorkrijgen ter bevestiging, ter verduidelijking voor het sterrenbeeld Vissen op deze kaartlegging voor de maand juni 2020? Anker, roede, oelala, harten. Trouwens, vergeet het niet, hè? We hebben ook een extra thema. Dat gaat specifiek over liefde. Dus als je daar meer wil weten, check dan eventjes de playlist op het kanaal voor de liefde. En kom ik hier liefde tegen, ga ik het wel benoemen. Maar specifieke liefde moet je even in de playlist kijken. Ik ben aan het invoelen en aan het vertellen tegelijk. Dat is soms een beetje onhandig van mij. Oké, nou, er viel een hele rits uit. Er is van alles aan de hand. Onafhankelijkheid, want ik zie hier passie en de duivel. En je voelt je zwaard in je rug staan. Het lijkt wel of je ergens de dupe van geweest bent. Het heeft echt met passie te maken. Ik zie de duivel, passiekaart, liefde, nog meer passie, het gebonden zijn. Je kan het natuurlijk heel figuurlijk nemen, maar daar gaat het nu niet over. Jeetje, wat een situatie zit jij in, Vissen. En dat geldt niet voor alle vissen. Het kan niet 100% met alle vissen resoneren. Dat wil ik wel even gezegd hebben. Bekers 7, keuzes die je aan het maken bent. Want dit is waar je nu in verkeert of binnenkort in zal gaan verkeren. Luchtkastelen, daar ben je een beetje bang voor. Je weet niet zo goed, wat zit er dan in die bekers? Is het de Fata Morgana? Welke weg moet ik in? Welke keuze moet ik maken? Je zit er een klein beetje in vast, terwijl het wel verankerd is. Dus dat betekent karmisch moest dit zo voor jou zijn. En dan heb ik hier zwaarde 10. Het ergste ligt eigenlijk achter je. Daar wordt het door gekruist. En dat heeft met die gebondenheid te maken. Je voelt zwaarden in je rug. Je bent letterlijk in je rug gestoken, maar zo voelt het wel. Je bent echt uit een gewondheid aan het stappen. De roede, je bent het wel meester geworden. Je bent jezelf eigenlijk meester geworden in deze afhankelijke situatie. Want dat heeft hier wel mee te maken. Het lijkt wel of je met iemand te maken hebt gehad die toxic is. Laat ik hem hier even zien, dat gebonden. Zie je? Ik vind dat een enge gast. Maar ja, ze kunnen daar moeilijk vleugels op plakken dat hij lief is. Maar de duivel is ook een kaart van angsten, negatief denken, afhankelijkheid, verslavingen, alcohol, drugs, seks, dat soort dingen. Maar ook emotioneel aan liefde, terwijl het misschien geen liefde is geweest. De harten die daarbij liggen. Het kan ook heel goed zijn dat iemand iets wilde verzieken in jouw situatie. Maar het heeft vooral met een angst te maken. Angst om te, voor het nieuwe begin. Het kind is namelijk ook het kind. Het hart is namelijk ook een kind. Je ziet ook de J van baasje met het hart. Dus het gaat hier ook over kind zijn en dat nieuwe begin. Want dat vertegenwoordigt het hart ook. Nooit vergeten of verwarren. Wil je meer over de Lenneman weten, kun je op Puur Medium trouwens ook alle uitleg lezen. Hè? En als je daar eens meer over wil weten. En uiteindelijk gaat het er ook om wat je binnenkrijgt. Hier kom je vandaan. Dit is een beetje de oorzaak van het hele verhaal. Strijd heb je geleverd en hier ben je nog een beetje aan het uitrusten, aan het bijkomen. Nieuwe inzichten aan het vergaren en aan het transformeren. Het hart krijgt een nieuw impuls of heeft een nieuw impuls gekregen. Een kans op het gebied van hartzaken. Maar het heeft wel heel veel teweeg gebracht. Dus enerzijds, Vissen, kan het zijn dat jij ergens in overweldigd bent. Waardoor je heel erg in je angst geschoten bent. En anderzijds, voor een ander deel, Vissen, heeft het te maken. Je hebt ergens ingezeten wat heftig was. Maar het veroorzaakt ook een hoop angst op dat nieuwe begin wat voor jou ligt. Als ik dan even verder ga kijken, zie ik op het inzicht eigenlijk de ster en paarse bekers. En paarse bekers is vergeving, een nieuw begin, een verzoening, verovering, herverovering. Dus dit is best wel veel op liefdesvlak. En dromen en wensen zijn heel belangrijk. Kijk daar goed naar. Harten gaat over je emoties. Let goed op je dromen en die verzoening die in zicht is. Het is iemand met bruin haar, lichtbruin haar, expressieve ogen. Daar heeft die paarse bekers mee te maken. Ik ga eens even kijken hoor, want er komt ook vermeerdering aan van alles en nog wat. Zakelijk komen er dingen aan. Maar dit stuk, dat heeft toch wel met emoties en relaties te maken. En dat kan best een stuk zakelijk zijn, maar er ligt wel heel veel passie. En een beetje te veel passie om het alleen maar zakelijk te kunnen interpreteren. Dan heb ik hier munten 10. En munten 10, dat is de volgende stap. Vermeerdering van alles wat je hebt. Vermeerdering van bezit. Munten staan voor vruchten, staan voor geld, staan voor verbindingen die je hebt. De pot wordt leuk gevuld en eigenlijk kan je geluk niet op. Alles is er. Je gezin, je leven zoals je het graag wil hebben. Maar er zit een stuk vijandelijkheid naar jou toe, een vertraging. Het lijkt wel of er even ergens een blokkade zit op die groei die je zo graag wil hebben. Dus gooi alsjeblieft al die zorgen opzij, want dit is wel hoe jij naar de situatie kijkt. Muizen, angst voor tekorten, een gemis, geknaag. Misschien ben je wel een ervaringrijker en een illusiearmer, als ik dat zo hier zie. Dat zou kunnen, maar kom op vissen, daar kom jij wel overheen. Want hier heb ik de koningin van staven, de onafhankelijke, vurige, passievolle dame. Heel veel mystiek zit in deze koningin van staven, dus dat vertelt iets over hoe jij kijkt naar die situatie. Je bent zelf natuurlijk ook heel gevoelig. Ook de neiging om te snel met stromen mee te gaan. Maar je gaat je helemaal weer onafhankelijk maken. Misschien zelfs een nieuwe business starten. Of carrièregroei, dat je in jouw werk nieuwe stappen gaat zetten. Onafhankelijkheid. Werk is enorm belangrijk. Zo kijk jij ook naar die situatie. En ook al ben jij een man, het gaat om de energie van deze kaart. Dus pak hem niet persoonlijk op. Oh, ben ik ineens een vrouw of het geldt niet voor mij? Nee, het gaat over de energie die kaart aangeeft van hoe kijk jij naar de situatie? Wat vraag je je nou af? En je vraagt je eigenlijk af, ga ik stappen zetten? Ga ik veroveren? Ga ik ondernemen? Ga ik er energie in steken? En dit is waardoor jij beïnvloed wordt. Vandaar dat ik daar net ook al mee kwam. Je gaat dingen bekijken van hoe wil ik verder? Terwijl je aan die staaf, achter die meneer, zie je al groei, bloei. Hij kijkt naar het schip, naar het water. Hij wil verder. Hij wil ook nu dat nieuwe begin. Dus dat nieuwe begin, daar zit veel angst op, wonderlikken op. Zakelijk, relationeel. Zit daar gewoon op voor dat nieuwe begin. En toch ligt het er heel goed bij. Soms moet dat even allemaal ontploffen om tot nieuwe inzichten te kunnen komen en nieuwe ideeën te krijgen. Kijk. Je hoop en je vrees. Die koning van munten weet wat hij doet. Dat is echt een zakenman ten top. Dus goed in zijn kop. Goed met geld. Weet van heel weinig heel veel te maken. Is heel zorgzaam voor het gezin. Aarde-energie. Maagden, stieren, steenbokken. Die duivel is trouwens een schorpioenen-energie. Nee, een steenbokken-energie. Stavenkoningin is vuur, boogschutter, leeuwen, rammen. Dus daar heb je mee te maken. Maar daar ligt je hoop in je vrees. Je bent bang voor al die onrust. Of dat die droom in duigen valt. Want dit staat ook voor dromen. Maar ook voor de koning staven. En twee koningen naast elkaar is een samenwerking waar je bang voor bent. Waar je nog angst voor hebt. Terwijl je het ook heel graag wil. Dus ga in dat zelfvertrouwen vissen. Ga jezelf opnieuw vertrouwen. En het verleden kun je niet uitgummen. Sommige dingen kun je natuurlijk wel herstellen. Maar dat is wel wat ik hierbij oppik. En wat is dan het einddoel? Nou, ik pakte voor jou in eerste instantie alles heel veel energie heeft gekost. Maar je hebt hem wel geflikt. Je hebt hem wel geneeld. Het kostte veel energie. Je hebt best veel hooi op je vork genomen. Maar dan pakken we hier wel de kracht. Het zwaard in handen nemen, je kansen pakken, het allemaal van twee kanten bekijken en gaan. Overzicht gemaakt en je weet nu wat je wil, kracht bij tegenslag. iets te boven komen. En dat is wat er gebeurt. En dan komt die nieuwe kans. Aas van zwaarden. Een dame. Dat hoeft niet per se een dame te zijn. Dat kan. Dat ligt. Kijk, leg ik een Lenormand-legging, dan is dat wel de vrouw in het spel. Maar in deze is het de aas van schoppen. Dus een nieuwe kans. Net als deze. Een nieuwe kans. Dus eigenlijk dezelfde kaart. 2 keer een aas, 2 keer een luchtteken. Dus dat is even ter bevestiging. Dus hoe gaaf is dat? Dat 2 verschillende kaartendeks elkaar zo kunnen bevestigen. Dus daar ga je gewoon naartoe. Naar die nieuwe kans, naar een heel nieuw verhaal. Hier moet je doorheen. Je moet opruimen, dat voel ik ook. Opruimen in die zin, focus je niet te veel op wat iets niet is of wat geweest is. Focus je op naar wat komen gaat. En dat gaat jou zeker weten lukken. Laat me ook even weten wat je hiervan herkent. Ik ga nog even een solkaart voor je pakken. Wat kleurkaarten en de harten uiteraard. En heb je zoiets van, ja, Van Rijn, hartstikke leuk. Maar hoe zit dat voor mij persoonlijk? Dat wil ik echt van jou weten. Dat kan. Dan kun je me altijd benaderen via mediummireille.nl. Linkje staat hieronder voor een persoonlijk consult in de praktijk. Telefonisch consult, een ingesproken kwartaal, halfjaar of een jaarreading. En je kan natuurlijk ook altijd terecht bij puurmedium.nl. Dat platform is, daar ben ik eigenaar van. Dat heb ik zelf opgericht. Daar staat een heel mooi team. Mediums, paragnosten, astrologen en alles wat daaraan verwant is voor jou klaar. Iedereen is meervoudig en zorgvuldig gescreend. Want dat is heel erg belangrijk. Vertrouwen is een groot goed. Neem daar ook zeker een kijkje. Daar kan je ook heel veel informatie vinden, lezen over soulmates, kaarten. Wat is nou wat? Kun je allemaal daar terugvinden. Het is een soort database ook. Nou, eens even kijken. Alle linkjes staan onderaan deze video in de beschrijving. En welke zielskaart mag ik meegeven voor de Vissen? Oké, Vissen. Wat is voor jou de zielsboodschap? Succes. I know that there is no greater goal than love. Kijk, ik doe hem even zo. Mocht je de behoefte hebben, kun je daar een screenshot van maken. Ter affirmatie. En waarom die afbeeldingen werken helend door in de energie op zielsniveau. Ik haal hem weer weg. Kun je hem altijd, het is een suggestie, hoeft niet, mag. Oké, Vissen. Ik ga kleurkaarten voor jou pakken. Ik heb het gevoel dat ik deze moet hebben. En deze, die ligt helemaal verstopt. Oké, smaragd met mandarijn. Vrolijke kleuren. Kalmeer je geest, ziel en lichaam. Wees spontaan en heb plezier, staat hier. Kijk eens aan. Nou, edelstenen, kleding. Ga eens even kijken wat jij op voorraad hebt in deze kleuren. Sinaasappels zijn natuurlijk ook oké. Volgens mij zijn er nu ook geen mandarijnen. Anyway, deze kleuren kunnen jou heel erg helpen ter ondersteuning in jouw energie. Voorkomend proces waar je naartoe gaat. Het is een suggestie, hoeft niet, kan. Kleding, kaarsen, interieurveranderingen, edelstenen, bloemen, perkgoed. Afrikaantjes zijn natuurlijk perfect en die hebben een beetje, sommigen vinden een beetje stinken. Ze zijn sowieso heel goed tegen mieren, dus dat is wel een leuk weetje. Maar de kleur van Afrikanen opent, maar de geur ook. Ook al is het niet een hele, dat je denkt, oh een lekker parfum. Toch opent het van alles in jou, dus zeker de moeite waard. Nou, dan mag je zelf kijken wat je ermee kan. En we gaan nog even de bekende kers op de taart pakken voor jou, Vissen. Ik ben benieuwd wat daarin naar voren mag komen. Liefdesorakel. En wat mag ik weten? Wat mag de Vissen ontvangen voor de liefde? We gaan eens even kijken. Oké. Alleen de tijd zal het leren. Alsjeblieft. Heel mooi. En wachten. Niets forceren. Laat de natuur haar eigen weg gaan. Alsjeblieft, Vissen. Ik hoop dat ik jou heel veel inzichten, vooruitzichten en hopelijk nog veel meer inspiratie heb mogen geven voor komende maand. Ik wens jou een, heel veel wijsheid toe komende maand. Zelfvertrouwen en kracht. Kansen liggen er genoeg. zorg dat je die battle doorgaat met die verleiding. En dat duveltje, dat kun jij, dat weet ik zeker. Ik wens jou een hele mooie juni maand toe. Dankjewel voor het kijken. Vergeet die duim niet, helemaal top. Laat nog even je reactie hieronder achter hoe je het vond. En ik zou zeggen, tot de volgende. Doei doei!